2007 een nieuw huis en zette toen dit huis in Almere in de verkoop. Het stond te koop en een maand later stort alles in elkaar. Elke maand 1.000 euro, reken maar uit. En dan is het huis ook nog veel minder waard geworden. We zijn begonnen met 2,35 en we zitten nu op de 195.000. Met hun makelaar zijn ze er al een paar keer in geslaagd om potentiële kopers te vinden, maar steeds gaat het mis. Nou, ze kwamen kijken en onderhandelen over de prijs. Nou ja, dat vind ik allemaal prima. En dan gaan ze naar de bank en dan krijgen ze geen lening of geen hypotheek. Volgens de makelaar krijgen starters steeds moeilijker een hypotheek. De echte starter, die met twee inkomens van beide 20.000, die zijn er toch zo'n 30.000 op achteruit gegaan bij vorig jaar december vergeleken wat je nu mag lenen. Komt ook door de stijgende rente. Maar dat is dus een fors bedrag en vooral voor die starters. Daardoor bijna onmogelijk om een huis te kopen. En dat heeft gevolgen voor de hele huizenmarkt. Begin 2007 stond een huis gemiddeld 78 dagen te koop. In het laatste kwartaal van vorig jaar was dat gemiddeld 136 dagen. De gemiddelde verkoopprijs van een huis was in 2008 255.000 euro. Vorige maand is dat gedaald naar 234.000 euro. Toch is het volgens experts niet onterecht dat de regering het moeilijker maakt om te lenen. Ja, het zijn zeker nuttige maatregelen. Je moet mensen toch enigszins tegen zichzelf beschermen. Zeker als de prijzen niet meer stijgen zoals in het verleden. Ja, dan kunnen mensen als ze gedwongen moeten verkopen toch in de problemen komen. Maatregelen op zich vind ik niet slecht. Verantwoorde leningen prima. De timing vind ik bar en boos. Daar is de expert het dan weer volmondig mee eens. Maar ja, de familie Kraft kan niet anders dan de realiteit onder ogen zien en hopen dat een van de geïnteresseerden van deze open huizendag de hypotheek wel rondkrijgt.